coconut water foam cleanser. Dit schreeuwde echt mijn naam. Volgens mij heb ik echt een obsessie met geurkaarsen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en ik heb vandaag een shoplog voor jullie. En het zal niet zomaar een shoplog zijn. Ik heb namelijk 20 items onder de 2 euro geshopt. Dus mocht je benieuwd zijn wat voor leuks ik allemaal heb gescoord, kijk dan vooral verder. Maar voordat ik ga beginnen wil ik eerst vragen of je al geabonneerd bent op het YouTube kanaal van Action. Zo niet, doe dat dan vooral. En als je zin hebt in deze video, geef dan ook alvast een duimpje omhoog. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast. Dus laten we maar snel gaan beginnen. De allereerste aankoop die ik ga delen brengt me terug naar 2014 volgens mij. Want toen had ik een hele grote obsessie met Arizona Iced Tea. En dit was ook echt mijn favoriete smaak. Namelijk de Green Tea Honey. En nog steeds vind ik het super lekker. Alleen ik drink het veel minder vaak. En in 2014 kon ik het bijna nergens halen. En nu is het gewoon bijna Action te koop. Dus daar ben ik heel erg blij om. En het was maar 1,29 euro. Dus ruim onder de 2 euro. Mijn tweede aankoop is eigenlijk heel erg random. Maar we hebben hier een stempelset met 40 verschillende stempels en een inktkussen. We hebben hier verschillende letters, een hashtag en een apelstaartje, een vraagteken, uitroepteken en wat cijfers. Dus hier kan je verschillende combinaties mee maken. Superleuk voor als je in de creatieve bui bent of een leuk kaartje voor iemand wil schrijven. En deze kostte precies 1,99 euro. Ja, ik heb heel veel items gekocht die echt net onder de 2 euro zaten. Dus 1,99 bijvoorbeeld. Dan heb ik hier een wc-borstel. En ik had dit oprecht nodig, want mijn wc-borstel was nodig toe aan vervanging. En voor maar 1,49 heb ik deze wc-borstel inclusief houder kunnen scoren. Je merkt pas wanneer je echt volwassen wordt, als je blij wordt van zulke aankopen. Dan zag ik in de winkel deze Cold Foam Coconut Water Foam Cleanser. De naam zegt het al, het is een gezichtsreiniger. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. De verpakking ziet er in eerste instantie al heel erg leuk uit. En hij was maar 1,79 euro. Dan wat ook 1,79 euro was deze deobus. Ik had namelijk nog een nieuwe deodorant nodig. Mijn was op. Ik heb deze van Dove gehaald. De Beauty Finish. En ik hou altijd deo's van Dove. In andere geuren, maar deze heb ik nog niet gehad. Hij ruikt heel lekker fris. Dan heb ik nog iets gehaald wat ik oprecht nodig had. Dit is een hele efficiënte shoplog. Mijn douchegel was namelijk op. Vandaar dat ik een Nivea douchegel in de geur Diamond en Argan Oil. Even kijken hoe die ruikt. Heel fris, heel lekker. Deze kostte 1,75 euro. Mocht je me op Instagram volgen, dan weet je dat ik sinds twee, drie maanden helemaal into sporten ben. En ik had nog twee dingetjes nodig, namelijk handschoenen en van die handgripgewichtjes. En die handschoenen vind ik heel erg fijn voor tijdens mijn workout, als ik bepaalde dingen vast moet houden. En deze waren, zoals je al kan raden, onder de 2 euro. Het was letterlijk 1,99 euro. Dus daar ben ik heel erg blij om. Nice. En deze handtrainers waren 1,49 euro. En dan krijg je er 2. Dus je kan je handspieren mee trainen. Ik vind het leuk om soms een kaartje voor iemand te schrijven. Alleen kaarten op zichzelf kunnen best wel prijzig zijn. Het ligt eraan waar je ze haalt. Vandaar dat ik deze postcardbundel heb gekocht. Hier zitten dus enveloppen in. En ook verschillende kaarten waar je nog zelf iets leuks op kan schrijven. Kan tekenen in verschillende kleuren. Dus dit komt sowieso wel van pas als ik ooit een kaartje voor iemand wil schrijven. En deze kostte 1,49 euro. Nu heb ik alweer helemaal zin om kaartjes te schrijven voor mensen. Volgens mij heb ik echt een obsessie met geurkaarsen. Altijd als ik bij de Action ben, reken ik sowieso 1 geurkaars af. Ik vind het gewoon heel fijn. En als mijn kamer een beetje muffig ruikt, vind ik het ook wel gewoon chill om met een geurkaarsje aan te steken. Of vind ik het lekker gezellig. En hij was maar 1,29 euro. Dan heb ik een notitieboekje en een etui die bij elkaar matchen. Ik hou ontzettend veel van de kleur beige. Dus dit schreeuwde echt mijn naam. En het is ontzettend zacht. Het is een soort van velvet stofje. En het notitieboekje was 1,99 euro. En het etuietje was 1,59 euro. Deze waterglazen vind ik echt
prachtig. Voor 3 stuks betaal je 1,99. Misschien dat ik er binnenkort meer ga halen. Want ik vind het ook wel mooi als al mijn waterglazen met elkaar matchen. Dan moet ik wel even snel zijn. Want er is een grote kans dat het assortiment heel snel verandert natuurlijk. En dan hebben ze die glazen niet meer. Dan kan ik het niet meer laten matchen. Dus reminder, zo snel mogelijk naar Action. Dan heb ik dit opbergmandje voor maar 1,99 gescoord. Altijd als ik zulke opbergmandjes koop, weet ik nooit wat ik er exact in ga stoppen. Maar het is al sowieso leuk als decoratie. Misschien dat ik het gewoon zo daar neerleg. Oh, het ziet er nog best wel leuk uit. Een van mijn favoriete make-up producten is highlighter. En ik zag dit highlighter palet voor 1,95 €. En je hebt dan 3 verschillende kleuren. Een wat rozere kleur, goud, brons en wat lichtere. En eigenlijk koop ik nooit make-up bij de Action. Misschien komt daar nu wel verandering in. Oeh, heel subtiel. Sommige mensen houden ervan als je highlighter echt heel veel glitter heeft. Alleen, ja, ik weet niet. Ik vind zo'n subtiele glow meer wat hebben. Dan had ik nog iets anders op de make-up afdeling gekocht. Namelijk een kwast en 2 make-up sponsen. En kunnen we het even hebben over de verpakking. Er zit hier een olifantje en wat nog meer. En een koala. Het is echt een mini detail, maar ik vind het zo leuk. De verpakking haalt me vaak wel over om iets te kopen. Wat aan de ene kant heel erg slecht is, maar ook al heel goed. Oeh, borsteltje is heel zacht. Hier blend je dan je foundation mee in. Of je kan het met de sponsjes deppen. En dit kost 1,29. Dan heb ik bamboe onderzetters gehaald. Ik heb echt een hekel aan wanneer mijn glazen van die kringen afgeven. Dus onderzetters zijn bij mij thuis essentieel. Bamboe is ook heel erg leuk. Dus ik heb 4 bamboe onderzetters voor 1,49 € gehaald. Dan hebben we hier een etui. En op het kaartje staat dat het officieel een pennen etui is. XL staat er wel op. Alleen, ik zou hem niet voor pennen gebruiken. Het kan wel, maar dan zou ik ook nog andere dingen in stoppen. Ik denk dat er ook een tablet in zou kunnen. Dus een multifunctionele etui. En deze was 1,99 €. En ik vond het heel erg leuk dat hier een veertje op staat. Dan zijn we aangekomen bij het einde. Ik heb nog 2 items. Ik zal gaan laten zien. Zijn dingen die ik normaal gesproken niet zo 1, 2, 3 zou kopen. Waar trok wel mijn aandacht? We hebben hier namelijk een kleurboek. En vroeger toen ik heel jong was, kleurde ik heel vaak een kleurplaat. Geweldig. Maar naarmate ik ouder werd, vond ik het helemaal niks meer. Tegenwoordig zijn volwassen kleurboeken helemaal in. Ook helemaal voor zenmomenten, om even tot rust te komen. En ik vond die boek echt prachtig. En ik ging er doorheen bladeren toen ik in de winkel stond. Toen dacht ik, oeh, misschien is het wel leuk om af en toe gewoon een beetje te kleuren. Muziekje op, podcast op. En dan kleuren. En natuurlijk heb ik hiervoor ook kleurpotloden nodig. Voor nu heb ik dan even 1 doosje gehaald met allemaal groene tinten. Ik dacht, hey, dit is een groen boek. Of nou ja, zwart met groen. Laat ik ook gewoon alles in het groen in gaan kleuren. Dus we hebben hier 18 verschillende potloden in het groene thema. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe vaak ik dit erbij ga pakken. En beide producten waren 1,99 €. Zo, dat was dan de shoplog met allemaal items onder de 2 €. Zoals je kunt zien kun je aardig wat leuke dingen halen. En natuurlijk heeft de Action nog veel meer items onder de 2 €. Maar ik heb het dus gewoon bij 20 gelaten. Maar zo zie je maar weer hoe gevarieerd je daar kunt shoppen. Ik ben in ieder geval blij met mijn aankopen. En ik hoop dat je deze video leuk vond. En dat je misschien wat inspiratie hebt gekregen voor nieuwe spulletjes. En misschien dat je nu ook gewoon zin hebt om naar de winkel te gaan. Om naar de Action te gaan. Dus mocht je nog niet op dit YouTube kanaal geabonneerd zijn. Doe dat dan vooral. En doe vooral dat duimpje omhoog. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!